de hoofdlezing van de avond, Ellen Pasman. Dames en heren, er loopt een wolf door het oerbos van de rechtsstaat, stil door de wandelgangen van de macht. Je ziet hem weinig, je hoort hem zelden, maar bijna iedereen weet dat hij er is. In het kader van het rechtsstatelijk bosbeheer komt hij tevoorschijn, waar hij soepel tussen de staatsmachten doorsluipt, met een groot appetijt voor alles wat de staat der Nederlanden raakt of bedreigt. Ministers of staatssecretarissen in het kabinet, ambtenaren hoog, laag in de hiërarchie van de uitvoerende macht, besturen van provincies, gemeenten, raden van bestuur van zelfstandige bestuursorganen en wonderlijk genoeg zelfs het presidium van de Tweede Kamer en inmiddels ook de Tweede Kamer, alle weten hem te vinden. Hij springt over en onder rechtsstatelijke hekken door of kruipt door een tuchtrechtelijk rasterwerk. Alles lijkt toegestaan om het veronderstelde doel van de cliënt te dienen. Geen weg onbegaanbaar, geen gebied te ingewikkeld, geen moeras te drassig. Hij zet overal zijn tanden in. Hier een wetsartikel uitleggend, daar een beleidsadvies gevend of openlijk in het strijdperk van de rechtszaal tredend tegen burgers, bedrijven of andere overheden. Hen om de oren slaand met wet en rechtspraak, met argumenten en met verhalen. Daar toont hij met energieke agressie zijn wrede tanden. Hij bijt waar hij kan. En zo gebeuren er onderweg nog wel eens wat ongelukken. En niet iedereen brengt het er zonder kleerscheuren vanaf. Sommigen worden jarenlang door alle gremia van de rechtelijke colleges gesleurd en dan is 10 jaar niets. Anderen zien een hap uit hun leven van hooguit 5 jaar. Soi. Anderen horen hun tot hun star verbazing zo nu en dan hun leven beschreven met gebeurtenissen waarvan ze bij God niet wisten die te hebben meegemaakt. Of dat die nog zouden plaatsvinden. Het gebeurde dat iemand hoorde in de Verenigde Staten te zijn veroordeeld voor een zedendelict. Of dat hij als arts fatale gezondheidsschade had toegebracht. Of dat hij een politieke delinquent was. Of een prinses hoorde dat ze moest komen getuigen. Bijten, bijten en doorbijten om de zaak te winnen. Dat is het devies als verondersteld belang van de cliënt. In het ongewoelde landschap van de rechtsstaat van de afgelopen jaren is er nauwelijks aandacht voor de rol van, wat ik noem, de probleemwolf van de rechtsstaat. De steun en toeverlaat van de staat der Nederlanden in bange tijden. De landsadvocaat. Geen staatsmacht, maar een stille, ongecontroleerde macht in de Nederlandse rechtsstaat. Het is mij een eer en genoegen om hierover de eerste Meindert Venema-lezing te mogen uitspreken. Meindert was een man met een onafhankelijke, vrije geest, niet bang om ingesleten of gemakkelijke standpunten met gevoel voor humor anders te bekijken, om dan weer geheel een eigen conclusie te trekken. Tegendraads werd hij gevonden, want in Nederland staat de onafhankelijkheid meestal gelijk aan dwars, lastig, afwijkend. Niet een gunstig en wervend predicaat in een land waarin men de neuzen graag dezelfde kant op ziet staan, debat regelmatig voor ruzie aanziet en gezelligheid met eensgezindheid verwart. Als je volhardend onafhankelijk bent in je opvattingen, dan is de beer los. Je bent een querulant, jij met al je kritiek. En je wordt ook niet helemaal serieus genomen. Een vorm van trefzekere uitsluiting op fluisterniveau. De rechtsstaat is een groot goed. Je hoort niets anders de laatste jaren. Er waren parlementaire enquêtes voor nodig om vast te stellen dat dit inzicht niet steeds even diep geworteld bleek bij de staatsmachten. Er is zelfs een nieuwe partij opgericht voor beter bestuur. Ministers sprongen de tranen met regelmaat in de ogen. En rechters reflecteerden in openbare rapporten over hun verschrikkelijke uitspraken. Hoe komt het dat we in de praktijk van de rechtsstaat zo ver van de idee van de rechtsstaat als beschermer tegen willekeur en machtsmisbruik verwijderd zijn geraakt? Is de theorie meer een pretentie als die in de praktijk niet wordt toegepast? Dat is de vraag die ik in deze lezing probeer te beantwoorden. En dan zijn 3 onderwerpen cruciaal. De verhouding tussen recht en macht, de staat en de landsadvocatuur
adviseren en adviseren tot procederen en parlementaire enquêtes als gevolg. En dan nog receptiebenoemingen in de rechterlijke macht. Maar we beginnen bij recht en macht. Dat blijft een fascinerende combinatie. Hoe goed het fundament ook is gelegd met de scheiding der machten in de rechtsstaat, uitoefening van staatsmacht is democratisch geregeld en wettelijk gereguleerd. Geen macht zonder tegenmacht. Absolute macht is verleden tijd. En toch. De drie staatsmachten, de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht, zijn onafhankelijk van elkaar en controleren elkaars functioneren. Zo houden zij elkaar in evenwicht. En zo zal er ook nooit sprake zijn van absolute macht. Maar de trias politica is evenmin absoluut en volledig. Er is sprake van een spreiding der machten. Het kenmerk van de rechtsstaat is dat de inwoners fundamentele vrijheden en grondrechten genieten. Klassieke grondrechten bieden de burgers bescherming tegen de overheid als uitvoerende macht, zoals het recht van vrije meningsuiting, persvrijheid en dergelijke. Bij sociale grondrechten moet de overheid voorzieningen treffen voor het maatschappelijk functioneren van de burger, zoals de zorg voor bescherming van het milieu of het uitkeren van een toeslag. Inperking van die rechten is uitsluitend bij wet mogelijk. En dan is er nog een heel belangrijk element. De volksvertegenwoordiging. De Staten-Generaal en regering maken wetten waaraan alle burgers zich moeten houden. En aan die wetten moet de overheid zich dus ook houden volgens het beginsel van de rechtsstaat. En altijd. Zij baseert al haar handelen op wettelijke bevoegdheden. De Staten-Generaal, Eerste en Tweede Kamer, controleren de regering als uitvoerende macht. De Staat der Nederlanden is de juridische term voor de overheid van het Koninkrijk, in al haar gedaante en voor Nederland als rechtspersoon. De staat waarborgt de rechtsstaat en behoort zich dus aan het recht te houden. Ten slotte vormen wij allemaal de Nederlandse staat. Als de overheid op basis van wettelijke bevoegdheden handelt en besluiten neemt, dan is het cruciaal dat de inhoud daarvan en de manier waarop dat gebeurt voor controle vatbaar is. De toegang tot de onafhankelijke en onpartijdige rechter moet dus gewaarborgd zijn. Maakt de regering dat niet waar, schiet die tekort, dan kan zijn alle verschillende hoedanigheden ter verantwoording worden geroepen. Door de medewerkgever, door de rechter en door de burger bij verkiezingen. Dat is ook de pretentie van de rechtsstaat. Maar zoals gezegd, in de praktijk wil het nog wel eens afwijken. Macht kan recht niet steeds even goed verdragen. Macht is gericht op het bereiken van een doel en het recht beperkt en controleert het gebruik van de middelen daartoe en is gericht op rechtvaardigheid. Meindert was een recent bekeerd democraat, zoals hij zelf zei, en na zijn vlucht van het studentenkoor naar de CPN, ook geen bolwerk van democratische fijngevoeligheid, kwam het toch nog goed. In de rode broeken gemeente Bloemendaal, waar hij raadslid was, zoals we net zagen, voltrok zich precies over recht en macht in de lokale democratie een prachtig slepend conflict waar hij zich mee bemoeide. En ineens schoot de probleemwolf uit de bossages. Maar die werd door Wim Voermans vervolgens effectief terug het bos ingestuurd. Net op tijd. Berichten daarover volgen. Mijn eerste slepende conflict over recht en macht was 30 jaar geleden. Toen ik als advocaat was gevraagd om de Nederlandse Vereniging van Journalisten te adviseren over een oplossing in de zaak van, en ik citeer, de renegade, onbetrouwbare, homofiele, on-Nederlands, zich journalist noemende dubbelspion voor KGB en CIA en het Sukarno-vriendje. Dit is slechts een selectie uit van de epitheta Ornans, Willem Oltmans tegen de staat. U weet het vast nog wel. In de jaren 50 en 60 kon Nederland maar moeilijk de onafhankelijkheid van de voormalige kolonie Indië verkroppen. Het kabinet, in het bijzonder oud-minister Jozef Luns, blokkeerde de overdracht van de eilandengroep Nieuw-Guinea aan Indonesië met alle middelen denkbaar. Misleiding van de publieke opinie, het toenmalig kabinet en de Tweede Kamer over een eventueel door de Verenigde Staten gesteund militair ingrijpen tegen Indonesië. Niets was te veel.
En juist daarover wilde Oltmans als journalist berichten. En juist dat wilde Luns voorkomen. Hij beijverde zich om de eenmotorige mug, zoals hij Oltmans niet ongeestig noemde, uit de kolommen van elke krant, weekblad of magazine in Nederland en daarbuiten weren. Alle ambassades waren gemobiliseerd. Opgewekt telegrafeerde Luns aan het departement dat hij na een diner of lunch met de hoofdredacteur van bijvoorbeeld The Wall Street Journal niet meer voor enige publicatie van die journalist hoefde te vrezen. Via roddel en laster kwam het tot broodroof. Die zaak was al bijna 5 jaar bezig en ik vroeg mij af waarom de landsadvocaat niet namens de staat nou eens met een behoorlijk voorstel tot schikking kwam. Het tegenovergestelde was het geval. De totstandkoming van een regeling werd gedwarsboomd. En dat terwijl het bewijs in de vorm van 30 jaar oude telegrammen van Luns, ambassadeurs en ambtenaren over Oltmans in stapels voorhanden was. Dat zijn grondrechten van persvrijheid, vrije nieuwsgaring, publicatie, privacy werden geschonden. Zwa. Er was een hoger belang en om dat te dienen nam men de bevoegdheid daartoe gewoon aan. Die even historische en hilarische telegrammen werden in 1991 door het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijgegeven. Met de mededeling dat een regeling uiteraard niet met Oltmans kon worden getroffen. De vordering was verjaard, want de telegrammen waren al 30 jaar oud en dus ouder dan de termijn van verjaring van 20 jaar. Als hij genoegdoening wenste, dan moest hij maar gaan procederen. Dan zou die zelf wel in het mes van de verjaring lopen. Nu men onder geen beding wilde schikken, bleef Oltmans dus ook inderdaad geen andere keus dan zelf te procederen. En dat blijkt de blauwdruk voor de manier waarop de staat en de landsadvocaat toen en nu geschillen met burgers benaderen. Ik dacht toen, had men 30 jaar na dato nou niet kunnen inzien hoe gênant en schadelijk die telegrammen waren. Niet alleen voor Oltmans, maar juist ook voor de staat. Wist men op de apenrots, zoals het ministerie toen werd genoemd, dat echt niet? Of toch eigenlijk wel? Naïviteit gaat aan de inzicht vooraf. Ik dacht dat de kwestie wel in een half jaar geklaard zou zijn, gezien het bewijs. Het zou nog 5 jaar duren. In Den Haag gaat men niet graag over één nacht ijs. Zeker niet als de landsadvocaat al decennia adviseert om toch vooral door te zetten en niet op te geven. Net zolang tot de kwestie is verjaard. Maar omdat de telegrammen pas vrij waren gegeven in 1991, trapte de rechter daar niet in. Zo strandde dus de politiek van voldongen feiten. Maar men had kennelijk even min voorzien dat het nog wel eens een dure, hele dure grap zou kunnen worden voor de staat. In de hoop om de kosten te drukken, lag de sterftetabel op tafel. Oltmans was al op leeftijd. En statistisch gezien had hij inderdaad het grootste deel van zijn leven achter de rug. Maar de arbitragecommissie die in 1999 was ingesteld, zag het verband tussen het verleden en de toekomst wel. En die kende een ongekende, volgens sommigen ongehoorde vergoeding van 16 miljoen gulden bruto toe voor 40 jaar lang gedwarsboomd leven en een effectief geknakte reputatie. En wat bleek? Juist die achtergehouden telegrammen waren de reden voor de hoogste schadevergoeding in de Nederlandse rechtspraak. De worsteling van de macht met het recht, dat was de oorzaak van de procedure en de hoogte van de vergoeding. De staat en de landsadvocaat wilden met man en macht voorkomen dat uitkwam hoe het in elkaar had gezeten. Dat was het belang. Hun belang. Maar in wiens belang? Van de staat? De wolf had zijn tanden stuk gebeten. Het was natuurlijk zeker niet in het algemeen belang. De vraag stellen is haar beantwoorden. Maar dan toch. Waarom wierp de staat de journalist voor de wolven om uiteindelijk zelf in het zand te bijten? Het blijkt een essentiële en terugkerende vraag over de werkwijze van het kantoor in andere kwesties.
is de gedachte dat het instrument van het recht om de staatsmacht in te perken en te verdelen inmiddels een middel geworden in handen van de staat om de macht van de staat juist uit te breiden. Alsof het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Is de worsteling van de staat als uitvoerende macht met zijn raadsman met het recht een nieuwe fase ingegaan? Je zou het bijna gaan denken. Als de staat zich aan het recht moet houden, geldt dat dan ook niet voor de juridisch raadsman die de staat van advies dienst of namens de staat tegen burgers procedeert? Dat de staat zich over zijn belangen laat adviseren is niet onbegrijpelijk. Of verkeerd, maar noodzakelijk. Dat houdt in de praktijk ook in dat de burgers zich beschermd weten tegen inmenging in hun grondrechten door de staat. En dat ze op de staat voor de bescherming daartegen moeten kunnen rekenen. En daarnaast moet de staat natuurlijk ook altijd het algemeen belang garanderen. Dat is wel een ingewikkeld te definiëren begrip, maar het omvat toch alles wat nuttig en nodig is in de samenleving als geheel en ten behoeve van allen. Van schone lucht en water tot adequate voorzieningen, maar ook rechtshandhaving en rechtsvorming. Een belangrijke publieke taak van de overheid. En u begrijpt natuurlijk ook dat het staatsbelang niet noodzakelijkerwijs samenvalt met het algemeen belang. En het is zeker niet zomaar een processueel belang in een rechtelijke procedure. En het gaat wel eens goed mis, zo is gebleken. Wat is de landsadvocaat eigenlijk en wat doet hij? De romantische geschiedenis over de advocaat van den Lande in de 14e eeuw en de eerste en later onthoofde landsadvocaat Johan van Oldenbarneveld in de 17e eeuw, die laat ik nu even buiten beschouwing. Voor zover bekend zijn er geen onthoofdingen meer gevolgd. Gevestigd te Den Haag, in het politiek-bestuurlijk hart van de Nederlandse rechtsstaat en tegelijkertijd de zetel van alle hoge colleges in de rechtelijke macht. De Hoge Raad, de Raad van State, College van Beroep van het Bedrijfsleven, op één na de Centrale Raad van Beroep. Die zit in Utrecht. En als er tegen de staat als rechtspersoon wordt geprocedeerd, is dat ook steeds in Den Haag. Rechtbank, Hof, Hoge Raad. Tegen de minister, ook steeds in Den Haag. Rechtbank, afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als er tegen de Raad voor Rechtspraak of een ander zelfstandig bestuursorgaan wordt geprocedeerd, ook Den Haag. En zo loopt men elkaar nog wel eens tegen het lijf. Zo niet in de rechtszaal, dan toch in Sociëteit de Witte. Net als elke andere advocaat adviseert de landsadvocaat zijn cliënt en procedeert hij namens die cliënt. Alleen is het werkterrein wel iets uitgebreider. Want de staat heeft vele, vele hoedanigheden en op al die terreinen vraagt men om advies. Ambtenaren hebben de neiging om adviezen over te nemen. Ook omdat zij vaak, en niet altijd terecht, menen dat zij de specifieke kennis niet in huis hebben en de landsadvocaat wel. Iets soortgelijks geldt voor bewindslieden. Menigeen heeft een schriftelijk advies van de landsadvocaat achter de hand. Voor 2021... vlak na de openbaarmaking van de toeslagenaffaire, werd dat zelden of nooit geopenbaard. We wisten niet wat erin staat. Dat is op zichzelf al een democratisch tekort. Zo oefende de landsadvocaat dus onbekende invloed uit op wetgeving, beleid bij uitvoering van de wet of besluitvorming door ministers, inhoudelijk, strategisch. Vorige week overigens bleek de landsadvocaat nog een sparring partner te zijn voor het kabinet, dat het verschil tussen overmacht en onvermogen als bijzondere omstandigheid voor de invoering van staatsnoodrecht niet helemaal helder voor ogen staat. Voor het verschil tussen de tsunami als natuurverschijnsel en als metafoor, de extreem hoge golf zeewater veroorzaakt door een aardbeving, of vluchtelingen die met doodsverachting over zee land proberen te bereiken, geldt vermoedelijk hetzelfde. Het kantoor is vanaf de jaren 80 enorm in omvang toegenomen. Aantal advocaten steeg van 80 naar 350 nu. Dat zegt iets over de juridisering van de samenleving die menig kabinet zegt te willen bestrijden en waar het maar niet van komt. En over de behoefte aan advies bij bewindslieden en ambtenaren op het gebied van wetgeving en beleid en juridische procedures. Want kennelijk
ontbreekt de interne kennis. Inmiddels is het een groot commercieel kantoor geworden. Pelsrijke zegt het zelf zo, ik citeer. Onze bestuurlijke, politieke antenne onderscheidt ons binnen de wereld van de advocatuur. Wij begrijpen hoe het is om te werken met complexe, soms tegengestelde belangen. Dat de waarheid nooit eendimensionaal is. Dat je soms moet omgaan met uiteenlopende wensen van meerdere stakeholders. Wij weten dat context telt en dat een onafhankelijke juridische blik het verschil maakt. In regeringskringen geldt het als een instituut. Juist omdat die kringen de staat als bestuurlijk bastion bestieren. Waar het procedures tegen burgers betreft, en dat zijn er nogal wat, meer dan 1000 per jaar, kunnen, zo staat op de website, deze grote maatschappelijke impact hebben op ons dagelijks leven. De gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal zullen het niet tegenspreken. Maar door de bijzonderheid van de cliënt zijn we er toch ook allemaal op een of andere manier bij betrokken. Al was het maar omdat er uit de algemene kosten wordt geadviseerd en geprocedeerd. De vraag is dus ook of de burger wel waar voor zijn geld krijgt. Men heeft niet alleen maar vrienden gemaakt met de manier van belangenbehartiging van de staat. In het bijzonder niet met de burgers die geschillen krijgen met de Nederlandse staat. Daarin heeft het kantoor in een aantal gevallen de plank flink misgeslagen. En waren de gevolgen maatschappelijk en financieel zonder meer te vermijden geweest. Om niet te zeggen dat die vermeden hadden moeten worden. Na de ontdekking van de gepleegde fraude door de voormalige bestuursvoorzitter van het kantoor, die jarenlang gelden bestemd voor cliënten op volgens het kantoor geraffineerde wijze achterover had gedrukt, lag het kantoor onder vuur. Tot institutionele decapitatie kwam het niet. Al werden de overlevingskansen niet door iedereen even hoog geschat. Er werd, hoe kan het ook anders in Nederland, een commissie ingesteld. De commissie Silvis. Die het kantoor doorlichtte en redde. De publiciteit luwde en men ging voort. Er was geen alternatief. Want andere grote commerciële kantoren wensen de staat pecunia causa, dus om reden van financiële middelen, niet als cliënt. De eermachten groot zijn, de tarieven zijn laag. De uurtarieven bedragen ongeveer de helft van die aan de Zuidas. Daar kun je dus nauwelijks van bestaan. De minister vond dat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd moest blijven. En de commissie had een hoog optimistische kijk op de praktijk, de werkwijze en de mentaliteit van de landsadvocaat. Ik citeer. In tal van opzichten dwingt deze, dus dat is die praktijk, tot een grotere terughoudendheid en voorzichtigheid dan men als advocaat soms voor niet-overheidscliënten in acht hoeft te nemen. Dat moet u even tot u door laten dringen. Terughoudendheid en voorzichtigheid is niet de indruk die achterblijft bij degene die 10, 15, 20 jaar of langer in procedures met de landsadvocaat verwikkeld zijn geraakt. Terughoudendheid in letterlijke zin roept wel herkenning op. Het terughouden van documenten door het niet volledige dossier maar delen eruit te verstrekken aan de wederpartij en aan de rechter is eerder regel dan uitzondering. Zo heeft de verstrekking van de telefoonnotitie zich nog eens mogen verheugen in de aandacht van het hoogste rechtelijke college, de Hoge Raad. Het bleek uiteindelijk toch een tot het dossier behorend stuk dat als bewijs kan dienen. Daarover bestond dus jarenlang discussie, want de landsadvocaat ziet dat vooral als een grijs gebied. Alles wat je niet hoeft te verstrekken, verstrek je niet. En zo komt de rechter, want dat is het gevolg, op het verkeerde been te staan. En de vraag is of die dat steeds in de gaten heeft en of die dat ook steeds in de gaten kan hebben. Procedures zijn de kurk waar het kantoor op drijft. Als een zaak wordt uitbesteed aan een advocaat, dan neemt niet de cliënt, maar de advocaat de beslissingen. Hij is de baas van het geschil. Dat volgt uit de gedragsregels voor advocaten. Hij bepaalt wel met de cliënt de strategie, maar is zelf volledig verantwoordelijk. Hij mag zich niet achter de cliënt verschuilen. Is de staat aansprakelijk gesteld,
dan moet steeds worden beoordeeld of een schikking mogelijk is. Maar strijk en zet is de lijn van het kantoor dat, ik citeer, de standpunten te ver uit elkaar liggen. Ik geloof eigenlijk niet dat ik sinds 1995 een zaak heb meegemaakt waarin serieuze pogingen tot onderhandeling zijn gedaan, zodat de rechter er niet aan te pas hoefde te komen. Die klacht is veel gehoord onder advocaten. Als het tot procedures komt voor de rechter, op welk terrein dan ook, dan voert de landsadvocaat in de meeste gevallen dus zijn eigen adviezen uit. Men, dus de staat, prefereert het vaak om na advies van de wolf er zelf op af te sturen. Soms als effectieve afschrikking voor de burger. Want in tijd en geld gemeten kan een procedure rustig, zoals ik al zei, 10 tot 20 jaar of langer duren en financieel uitputtend zijn. De procedurele honger lijkt bijna niet te stillen. En juist dat maakt de wolf tot een probleemwolf. Hij verschalkt bevoegdheden van overheidsorganen, zoals een poesmuizen en muisachtigen. En met dat laatste wil ik zeggen, er wil nog wel eens een niet bestaande bevoegdheid tussen de kiezen doorglippen. Daar verslikt de wolf zich soms jaren daarna nog wel eens in. Maar meestal geldt, als de kluif is verorberd en de prooi in de struiken hangt, dan heeft de boswachter nog lang, heel lang werk om de hekken weer terug te zetten. Anders gezegd, al dit gegraaf onder het rechtsstatelijk hekwerk door ondergraaft het functioneren van de rechtsstaat. Ik geef nog een paar voorbeelden. Het opdragen aan een maatschappelijk werker, genaamd Fred Spijkers, om in strijd met de waarheid de doodsoorzaak te verzwijgen voor de weduwe van een soldaat die omkwam door verboden gebruik van een landmijn, en deze ontslaan als hij dat niet doet. Daarvoor bestaat geen wettelijke bevoegdheid in een rechtsstaat. De Katshuisbrand in 2004. Een dodelijk ongeval door verboden thinner. De deskundige van TNO voelde zich onder druk gezet door de landsadvocaat om zijn onderzoek te staken, wat hem een uiterst onbevredigend gevoel had gegeven. Uit zijn rapportage volgde dat de staat medelijk aansprakelijk was voor de vergoeding van de schade. Maar omdat dat rapport als onvoldagen werd beschouwd, kwam het niet uit de conceptstatus. En ook daarvoor bestaat natuurlijk geen wettelijke bevoegdheid in een rechtsstaat. Het opleggen van een schorsing voor onbepaalde tijd, een contradictio in terminis, aan artsen op grond van geringe administratieve volkomenheden en statistisch onjuist geïnterpreteerde sterftecijfers. Ook daartoe bestaat geen wettelijke bevoegdheid in een rechtsstaat. Het bewaren van vertrouwelijke e-mails waarvan bekend is dat daarop een verschoningsrecht van een advocaat rust. Daartoe bestaat ook geen wettelijke bevoegdheid in een rechtsstaat. En dan nog een kwestie waar ook een andere vraag relevant is. Namelijk of het kantoor zich gezien de diensten aan kabinet, bewindslieden en ambtenaren zich niet buiten de kring van de eigen cliënt heeft begeven. Valt het presidium van de Tweede Kamer als controleur en de Tweede Kamer als controleur van het kabinet daartoe te rekenen? Behalve die tuchtrechtelijke drempel, je moet je als advocaat ervoor inspannen om belangenconflicten te vermijden, is er ook inhoudelijk een hindernis. Een Kamerlid, en in dit geval ook nog de oud-voorzitter van de Tweede Kamer, heeft geen baas anders dan de stemgerechtigde kiezer van het Nederlandse volk. In de relatie tussen dat Kamerlid en het presidium van de Kamer is mijns inziens een niet bestaande bevoegdheid van het presidium aangenomen voor het instellen van een onderzoek naar het Kamerlid in een uiterst schimmig conflict met anonieme brieven. Maar als er geen werkgeverschap is, wat is dan de juridische basis voor een onderzoek? Is ook dit een fout in de advisering waar men zich jaren later en miljoenen euro verder zich de haren voor uit het hoofd trekt? En dan tot slot het desastreuze advies van 2009 aan de Belastingdienst toeslagen over de wijze waarop toeslagen konden worden herzien als de eigen bijdrage door ouders niet geheel was voldaan. Daarin werden ook bevoegdheden aangenomen die er helemaal niet volgens de wet zijn. Het is de geschiedenis ingegaan als het pleitbare advies
En blijkbaar is advocatentaal voor het valt te proberen. Maar het is niet direct in lijn met de wettekst. Maar ja, als de rechter erin tuint, op het randje of erover. Dat advies dat de Belastingdienst op het spoor heeft gezet van het buitenwettelijk beleid van de zogenaamde alles-of-niets benadering, stopzetting van die toeslag als je te weinig bijdrage hebt betaald, en als tweede stap dat de Belastingdienst de gehele toeslag verplicht kon terugvorderen. Ook daarvoor bestond geen wettelijke grondslag. Had de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in 2011 gedaan wat ze in 2019 pas heeft gedaan, namelijk een streep door dat beleid zetten, dan was een groot aantal inwoners van Nederland onherstelbaar emotioneel leed en financiële malheur bespaard gebleven. En de staatskas een ongelofelijke strop. Hoe stond het met de politiek-bestuurlijke antenne van de scribent van dit advies, waarmee het kantoor zich zegt te onderscheiden van andere kantoren? Eén voorbehoud. We kennen niet alle ins en outs. Maar uit de gevoerde procedures blijkt dat het kantoor de dienst niet op enig moment heeft bijgestuurd. De politiek-bestuurlijke gevolgen zijn niet misselijk geweest. Om de gehele werkwijze van de dienst zijn bewindslieden afgetreden en is er een kabinet gevallen. Het is de taak van een advocaat om zijn cliënt voor fouten te behoeden en de gevolgen te overzien van bepaalde beslissingen en strategieën en waar nodig te corrigeren. Ik geloof niet dat dat hier helemaal is gelukt. Zelfs als het zo zou zijn dat er om een advies met deze inhoud was verzocht, dan had het kantoor moeten begrijpen dat die beleidslijn duizenden mensen zou treffen en hen aan de rand van de afgrond zou brengen. De cliënt had er met kracht van afgehouden moeten worden, vanwege de omvang en de aard van de gevolgen. Desnoods met een démarche tot aan de premier. Doe dit niet. De vraag rijst dan ook, en die is bij mijn weten nog niet eerder gesteld, of het kantoor van de landsadvocaat niet mede aansprakelijk is, gezien de inhoud van het advies, voor de schade die hiermee is aangericht. Naast de rechtelijke macht die beleidslijn ten onrechte jaren in stand liet. Want ook hier is de vraag, was met het verstrekken van het belang van dat advies het belang van de staat gediend of het algemeen belang? Gezien het verloop en de kosten van de hersteloperatie, we zijn nu 10 miljard verder, geloof ik, in de begroting, valt dat toch niet vol te houden. Hoewel vermoedelijk de parlementaire enquêtes niet gehouden zou zijn als de rechter het beleid direct naar de prullenmand had verwezen, is er toch veel waardevolle informatie naar boven gekomen. In de parlementaire enquêtes van de afgelopen jaren zijn de staatsmachten binnenste buiten gekeerd. Een gitzwart beeld kwam naar boven van de Rijksoverheid die als uitvoerende macht individuen niet als individu, maar als groep behandelt, hen weer streeft in de verwezenlijking van hun grondrechten en die de rechter op het verkeerde been zet als het om de feitelijke waarheid gaat. Of de landsadvocaat op hen afstuurt. In de parlementaire enquête over gaswinning in Groningen merkte een gedupeerde, mevrouw Heijten, het volgende op. Ik citeer. Het bizarre is tegelijkertijd wat ik nu, weliswaar van enige afstand, zie gebeuren. Ook bij de huidige schadeafhandeling met het IMG, waar een batterij landsadvocaten het stokje heeft overgenomen van de brouw Blackstone Westbroek. Daar zie ik precies hetzelfde gebeuren. Ook daar staat de gedupeerde kansloos tegenover een landsadvocaat die zoveel experts uit de kast kan toveren als hij wil. En bizar genoeg, eigenlijk betaald met ons belastinggeld, dezelfde burger gewoon kapot kan procederen. Dit fenomeen is eigenlijk niet veranderd. De brouw verschilt dus kennelijk ook niet zoveel in taakopvatting van Pelsrijke als mogelijk wordt geadverteerd. De betrokken ministers haasten zich om te verklaren dat het nooit de bedoeling is geweest om procedures tegen gedupeerden te beginnen. Zou het? Was dat dan niet uitbesteed aan de landsadvocaat? Hoe is die verbazing mogelijk als de cliënt de beslissing neemt om te gaan procederen?
In de enquête over fraudebeleid werden ambtenaren en bewindslieden gehoord. En zelfs rechters. Een unicum dat de ene staatsmacht de andere onder ede hoort. Maar wie werd niet gehoord? Inderdaad, de landsadvocaat. Behalve achter gesloten deuren door de parlementaire ondervragingscommissie in 2020. En nu zijn we precies bij de ontbrekende schakel in de onderzoeken naar het functioneren van de rechtsstaat. We weten tot op de dag van vandaag niet in hoeverre tijdens het besloten verhoor de landsadvocaat een duidelijke verklaring heeft gegeven voor de gevolgen ervan en de bijna grenzeloze schending van de grondrechten van burgers in het toeslagenschandaal. Wist hij van de uitsluitlijsten, van de discriminatie op nationaliteit, op ras, van de selectie op achternaam, van de groepsaanpak van ouders? Wat wist hij? Wanneer wist hij het? En hoe wist hij het? En wat deed hij eraan? We weten het niet. Wel dat hij, voor hij de belofte of eed aflegde om de waarheid en niets dan de waarheid te spreken, een training bij een coachingsbureau heeft gevolgd. Moet je in het vertellen van de materiële waarheid worden gecoacht? Of hangt dat samen met de opvatting van het kantoor dat de waarheid niet eendimensionaal is? Het is een belangrijke omissie in mijn ogen. Dat in alle rapporten, hoe waardevol de meeste bevindingen, conclusies en aanbevelingen ook zijn, dat de landsadvocaat niet is gehoord. Als we niet weten om welke reden dit advies of andere adviezen zijn verstrekt en hoe lang en grote betrokkenheid van het kantoor is geweest, dan zijn analyses onterecht onvolledig gebleven. En we hadden ervan kunnen leren. Zonder de parlementaire ondervragingscommissie hadden we van het bestaan van het pleitbare advies uit 2009 niet geweten. Het probleem was trouwens niet dat de wet zo hard was, maar de rechter, omdat hij volledig meeging in het pleitbare advies. En de rechter zat er dan ook op een gegeven moment goed mee in zijn maag. In antwoord op de vraag tijdens het verhoor van de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak of hij niet 10 jaar eerder een streep had moeten zetten door het buitenwettelijk alles of niets beleid, zoals in 2019 wel is gebeurd, zei hij: nee, ik citeer, niet vanaf 2011, want toen was het een pleitbare uitleg van de systematiek van de wet, maar wel vanaf 2015, nadat signalen zich begonnen op te stapelen en steeds duidelijker werd dat de gevolgen voor ouders disproportioneel waren. Dan zeg ik: oh, wat had ik graag gezien dat we al in 2015 en 2016, maar uiterlijk in 2017, van koers waren gewijzigd. Dat is de reden waarom ik wel eens in een interview heb gezegd: we zijn te lang in de strenge groef blijven hangen. En we hadden eerder aan die knop moeten draaien. De beginselvormige lezing van de wet kinderopvang had ook eerder gekund. Einde citaat. Als de zogenaamde butlerhouding van het kantoor tegenover de cliënt het kantoor had bevangen: wij doen ongevraagd net iets meer dan een gewone butler, dan kun je beter zelf een glaasje inschenken voordat het huis geheel verzakt onder de last van niet gevraagde voorraad. Tegenover de rechter speelt die attitude niet. Wat niet weet, wat niet deert, is een handelwijze die de procespositie van de staat oneigenlijk beïnvloedt, met als gevolg dat daardoor de rechter op het verkeerde been kan worden gezet. Te meer als die er stevast van uitgaat dat de staat en zijn advocaat zich aan het recht houden. Ook in de toeslagenaffaires bleek dat men de rechter terughoudend, uiterst terughoudend van de informatie voorziet. De rechter wist helemaal niet waarvoor de letters CAF stonden, combinatieteam fraudeaanpak, of wat ideeën, of dat er werkinstructies waren om geen toeslagen toe te kennen, niet toegezonden. De andere kant is dat de rechter ook niet steeds heeft gevraagd of er nog belangwekkende stukken waren. Uit die toeslagenenquête kennen we ook een ander advies van de landsadvocaat over welke stukken wel of niet moeten worden overgelegd. Je zou zeggen: de wet is glashelder, namelijk alle stukken die op de zaak betrekking hebben. En iets heel belangrijks: men kan geen recht spreken zonder de feiten te kennen. En als waarheidsvinding
dan zo lastig blijft, is dan een eerlijk proces in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in Nederland wel gegarandeerd? Is dit niet een ernstig tekort in het functioneren van de Nederlandse rechtsstaat? En wat is dan de appreciatie van het feit dat ook oud-landsadvocaten zelf rechter worden? Het wordt ook wel netwerkcorruptie genoemd. Ik verkies de term receptiebenoemingen. Goh, ben jij er ook niet eens aan toe? Is het niks voor jou? Wanneer moet je eruit? En zo verschuiven sinds jaar en dag oud-landsadvocaten met enige regelmaat van plaats. Van voor de tafel naar achter de tafel in de rechtszaal. Van de Bezuidenhoutse weg, waar het kantoor is gevestigd, naar het Korte Voorhout. Daar zit de Hoge Raad. Of iets verder naar de Kneuterdijk. Daar zit de Raad van State. Of, praktisch om de hoek, aan de Prins Klausplaan zijn rechtbank en hof gevestigd. Het gebeurt meestal aansluitend op de uittreedtermijn bij het kantoor. Op 60-jarige leeftijd of soms ook eerder. En in de rechtelijke macht mag die rechter dan 3 jaar lang geen zaken doen waar zijn of haar kantoor bij betrokken was, op dat gebied. Maar die beperking geldt alleen de oud-collega's en niet de cliënt. Na 3 jaar kan men voluit meedoen. En dat kan op zichzelf genomen nog best een hele goede regel zijn. Maar als de staat de cliënt is, dan komt dat toch een beetje anders te liggen. Vanwege het nogal geruime terrein dat die bestrijkt. Anders gezegd, die rechter, die kent de cliënt beter dan wie ook, en kan toch vervolgens ongehinderd na 3 jaar over diens geschillen oordelen. Zou de band met de oud-cliënt zo abrupt kunnen worden doorgesneden als men 20, 30 jaar lang nauw heeft samengewerkt? Heb je dan niet een wijze van denken je eigen gemaakt en wel zo dat je dat feit niet onderkent? En is dit, en zo ja hoe, dan te rijmen met een onpartijdig oordeel dat de rechter moet vellen? Het aantal rechterplaatsvervangers is wel afgenomen. In 1995 waren er bij de rechtbank Den Haag 8 leden van dat kantoor, onder wie een advocaat die een zaak voor de staat behandelde en de landsadvocaat hemzelf als raadsheer plaatsvervanger in het hof. Rangen en standen zoals God ze gaf tenslotte. Maar dat komt niet meer voor. Inmiddels is er voor circa 10% oud-landsadvocaat die emploi vond bij de Raad van State het percentage gedaald tot 6%. Bij de Hoge Raad ligt het wel op 10%. Daarbij geldt bovendien dat advocaten-generaal, adviseurs van de Hoge Raad in cassatiesprocedures, 2 van de 12 tot 16% bij het kantoor partner zijn geweest. En de procureur-generaal zelf heeft er ook nog korte tijd gewerkt. Dat is in zoverre van belang, omdat in geval de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een besluit van de minister heeft herroepen, er sprake is van een onrechtmatige daad. Als er schade is opgetreden die voor vergoeding in aanmerking komt, dan moet er civiel worden geprocedeerd. Want, u weet, de standpunten liggen te ver uit elkaar om tot overeenstemming te komen. Dus komt het regelmatig voor dat de advocaat van het kantoor de minister tot aan de afdeling bestuursrechtspraak heeft bijgestaan en de juistheid van een ministerieel besluit te vergeefs heeft verdedigd, maar dat hij ook optreedt in de civiele procedure om de schade die dat besluit heeft veroorzaakt zo klein als mogelijk of als eigen schuld van het slachtoffer te kwalificeren. Of het ministeriële besluit de resultante was van een eerder advies van het kantoor, daar kom je meestal niet achter. Wekt deze gang van zaken vertrouwen in de onpartijdige rechtspraak bij de burger? Ik denk het niet. Pikant is nog een recente overstap. Tijdens een lopende cassatieprocedure in 2022 nam een partner van het kantoor ontslag om zelf tot de Hoge Raad toe te treden. Die partner had zelf de staat bijgestaan bij rechtbank, hof en in de cassatieprocedure en was opgeleid door voormalig advocaatpartner in 1987-2011, die nu zelf adviseur was bij de Hoge Raad, nadat hij in 2021
ook lid van de Hoge Raad was geworden en zelf zitting had in de civiele kamer. Ze hebben 7 jaar samengewerkt en maken ook deel uit van een wettelijk adviesorgaan van de regering. Deze adviseur bracht in de cassatieprocedure van zijn oud-kantoorgenoot en nieuwe collega een advies uit, waarin hij de redenering van zijn oud-collega volgde. De Hoge Raad nam het advies bijna volledig over. De net benoemde partner heeft die zaak moeten overdragen aan een kantoorgenoot, wiens ambities nog niet bekend zijn. Maar ach, zijn moeder zit ook in de Hoge Raad, in de civiele kamer. Dus wie weet. Tot nu toe neemt niemand aanstoot aan de gang van zaken. Sterker nog, de commissie Rechtsstaat heeft vastgesteld dat er bij de gerechten geen onrechtsstatelijke houding is aangetroffen. Hoe je dat zou moeten onderzoeken is nog een aparte vraag, maar daar ga ik nu niet op in. Help tegen herhaling van wat het toeslagenschandaal is gaan heten. Een rechtsstaatagenda, aanbevolen door die commissie Rechtsstaat, waarover vertegenwoordigers van de 3 staatsmachten, de president van de Hoge Raad, de vicevoorzitter van de Raad van State en de voorzitter van de afdeling met de minister van Justitie en Binnenlandse Zaken en de minister-president met elkaar moeten overleggen. Of moet de rechter daar juist niet aan deelnemen, maar daar ver van blijven? Hij is geen adviseur van de wetgevende of uitvoerende macht. Ik kom tot de conclusie. In een zichzelf respecterende rechtsstaat moet het onomstreden zijn dat zowel de staat als zijn advocaat zich aan het recht houden, zich daarbinnen bewegen en niet erbuiten. Ze moeten zich realiseren dat zij de bevoegdheden waarover zij op grond van democratische spelregels beschikken op een juiste manier uitoefenen. Ze moeten niet eerst in strijd met de regels handelen en dan in de gedachte de burger kan altijd naar de rechter om in te grijpen. Om ingrijpen vragen. Het gevolg daarvan is namelijk dat de burger onnodig schade leidt die voorkomen kan worden en moet worden. En het is ook goed als men zich bij elke stap realiseert wat het algemeen belang is en of dat met dit specifieke advies of procedure eigenlijk wel wordt gediend. Als we de pretentie van de rechtsstaat echt waar willen maken, dan moet de balans tussen recht en macht worden hersteld. En dat kan door de hekken te verstevigen. Maar vooral door een verandering van de werkwijze in procedures. Er moet een einde worden gemaakt aan de geld, tijd en zo nu en dan burgers verslindende procedures. Dat zou mogelijk zijn als ambtenaren en bewindslieden zich eerst bezinnen op een andere beëindiging van geschillen dan via procedures. Een zogenaamde interne advocaat zou daarover kunnen adviseren. En tegen de wolf zou ik zeggen, geen pleitbare vraatzucht meer, maar een tandje minder. En anders het bos uit. Ik dank u voor uw aandacht. APPLAUS.